Ten zuidoosten van Ermelo ligt de Ermelose Heide, een 343 hectare groot terrein dat grotendeels in gebruik is als natuurterrein en beschikbaar voor dagrecreatie. Het terrein wordt doorkruist door fiets-, wandel- en ruiterpaarden. De heide wordt begraast door een schaapskudde. Het kasteel Staverden is gelegen aan de Staverdense weg in Staverden, gemeente Ermelo.
Het kasteel is niet toegankelijk en is verhuurd aan particulieren. Het park bij het kasteel is echter wel toegankelijk. Op een eiland in het park ligt de pol van Leonora van Barchem. Het verhaal gaat dat zij stierf van liefdesverdriet. Graaf Reinhold I van Gelre bouwde rond 1300 het kasteel en een aantal huizen. Het was zijn bedoeling om Staverden uit te laten groeien tot een stad. Het is echter nooit meer geworden dan een kasteel met wat boerderijen. Het kasteel werd door de hertogen van Gelre gebruikt als jachtslot. Het huidige kasteel, inmiddels al het vierde, is in het jaar 1905 gebouwd op de fundamenten van het vorige kasteel uit de 18e eeuw. Het kasteel is in een jugendstilstijl gebouwd. Dit is vooral goed te zien in de zalen op de begane grond.